Zo, daar zijn we weer, beste mensen. Aan het einde van de eerste beursdag in Utrecht. De kampering Caravan Jaarbeurs is weer begonnen. En we hebben nu al een geweldige dag achter de rug. Nou, absoluut. We hebben zeker een geweldige dag achter de rug. Ja, niet normaal. Het was zelfs een superleuke dag. En we laten jullie de highlights van vandaag zien natuurlijk. Nou, leuk dat jullie weer kijken naar de Camping Trend Live Show. En de kampering Caravan Jaarbeurs is gestart. En die duurt nog tot en met aanstaande zondag. Nou, er is echt heel veel nieuws te melden. En daarom zijn we, net als vorig jaar, elke avond online op Facebook en op YouTube om 7:30. En dat doen we dus gewoon elke dag samen met mijn blonde vriendin. En vandaag was er meteen een belangrijke prijsuitreiking. De verkiezing van de ANWB Zeker. Caravan van het jaar en de ANWB Camper van het jaar. Nou, ja. DW en ik zitten allebei in de ANWB-jury. En we hebben al weken onze mond moeten houden over de uitslag. Maar nu mogen we de winnaars eindelijk bekendmaken. En dat zie je verderop in de show. Maar eerst even voorstellen. Ik ben Jos Mark van Camping Trend. En ik ben Dick William Haring. En geef meteen even een duimpje. Dat is een verzoek aan jullie. Daar help je ons echt enorm mee. Worden we vaker gevonden. En als vriend van de show maak je natuurlijk weer kans op mooie prijzen. Want ja, vanaf vandaag geven we in elke live show 2 mooie prijzen weg. Sowieso die Tedworth Twush. Twush? Ja, dat is een soort porseleinen feestmuts. Maar als je die omdraait, dan zie je dat je hem in het toilet van je Tedfordje kunt maken. En dan heb je een porseleinen bol, zeg maar, in je Tedford toilet. En die is keramisch. Ja. En dat betekent, dat heeft voordelen, Jos. Leg jij dat eens uit, want jij had dat, hè? ik had een gewoon Tedford toilet. Maar met die keramische bol spoelt je plas en de boodschap wat makkelijker weg. En het is, je toilet is wat beter, of wat beter, je toilet is meteen beter schoon te maken. Ja, en makkelijker ook. Ja. En aan het einde van deze show vertellen we jou hoe jij die Twush kunt winnen. En dan hebben we aan het einde van deze show nog een mooie prijs van Waypoint. De specialist in camper- en caravan-navigatie en in fiets- en motornavigatie. Maar die hebben nog veel meer leuke spullen en die kun je ook nog winnen. Elke dag hier tijdens deze show. Wat en hoe? Nou, dat hoor je aan het einde van deze show. Maar we beginnen met de eerste primeur op deze kamperen Caravan Jaarbeurs. En dat is de nieuwe buscamper van Adria. In een grotere maat dan je van Adria gewend bent. En dan knallen we meteen door met de compleet vernieuwde Detlef Seago. Die, en dat is echt vers van de pers, die heeft een complete make-over gehad. Kijk maar mee. Behandel ik even mijn telefoontje. Ja. Ja, was gezellig, schat. Ja, hartstikke. Dit en dat is de nieuwe buscamper van Adria, de Adria Twin Max. En bijzonder aan die wagen is dat die en ietsje gegroeid is ten opzichte van de bekende Twin modellen en dat die de MAN TGE als basisvoertuig heeft. En dat is echt nieuw bij Adria, want die MAN hadden ze nog niet eerder. Twee redenen waarom Adria op MAN is gaan bouwen. Allereerst om een antwoord te hebben op de leveringsproblemen die Fiat heeft met zijn Ducato. En de tweede reden is dat ze de Twin Campervan nu ook in een ietsje grotere maat kunnen aanbieden. Adria lanceert meteen 3 modellen met de MAN en dat begint met de 6 meter lange 600 SPB die voorzien is van een dwarsbed. En dan zijn er 2 680 modellen die ruim onder de 7 meter blijven. Ze zijn exact 6,84 meter lang. En dan hebben we het over deze Twin Max 680 SLB met wat bekend staat als de enkele beddenindeling in de lengterichting. Maar eigenlijk is het dus een riant tweepersoonsbed. Handig is dat je de matrassen kunt optillen en daaronder zit een enorme voorraad bergruimte. En eventueel kun je zelfs fietsen meenemen, doordat je die lattenbodems verticaal kunt vastzetten. Natuurlijk heeft de Twin Max een gezellige woonlounge, een keuken met voldoende opbergmogelijkheden en een slim uitgevoerde badkamer met toilet. Een wastafeltje en een douche. Typisch Adria trouwens om die badkamer zo efficiënt mogelijk te bouwen. En dat is ook weer in de Twin Max buscamper gelukt. De wagens beschikken allemaal over een compressorkoelkast en een Truma dieselverwarming die ook voor warm water zorgt voor de afwas en om te douchen. Gas gebruik je dus alleen maar om op te koken en daardoor heb je voldoende aan een kleine gasfles. Nou, dat scheelt dus weer bergruimte, ja, en ook een beetje extra gewicht natuurlijk aan boord. En naast deze 680 SLB is er ook nog een 680 in de SGX uitvoering die ook enkele bedden heeft. Maar dan als een hefbed met als voordeel dat je die bedden in een hoge positie kunt vergrendelen. Waardoor er onder dat bed ruimte ontstaat voor bijvoorbeeld 2 e-bikes. Die staan dan lekker binnen, veilig uit het zicht van de grijpgrage handen. Alle Adria Twin Max versies zijn voorzien van de MAN 2 liter dieselmotor. Standaard levert die 140 pk, maar je kunt ook kiezen voor de 177 pk versie met keuze uit een handgeschakelde 6-versnellingsbak of een 8-traps automaat.
Bij Deadlifts is het een van de populairste caravans en je kunt zelfs zeggen dat het een van de meest verkochte caravans van Deadlifts is, de Seago. En die serie bestaat al 10 jaar en om dat jubileum te vieren is het model helemaal opnieuw van de tekentafel gekomen. En als je goed kijkt, dan zie je meteen dat die Seago eigenlijk een compleet nieuwe caravan is geworden. En het heeft echt een haartje gescheeld of hij was niet op tijd klaar geweest voor de Kamperen Caravan Jaarbeurs. Want het was echt een race tegen de klok om hem van de band te laten rollen. Maar waarom is die Seago nou zo'n populaire hardloper bij Deadlifts? Nou, Duitse bouwkwaliteit, licht gewicht, dus ook geschikt voor kleinere caravantrekkers. En daarmee mag je hem in de meeste gevallen dus achter de auto hangen als je ook over het gewone B-rijbewijs beschikt. En door zijn compacte afmetingen, zeker bij die kleinere modellen, is hij ook meteen geschikt voor beginnende caravankamperers. Want met zo'n relatief smalle caravan rij je ook als beginneling heel makkelijk weg. Ook als je binnendoor door die leuke Franse en Italiaanse dorpjes wil rijden. Binnen de Seago serie kun je kiezen voor verschillende uitvoeringen, maar hier bekijken we de 495 QSK en die heeft een dwarsbed aan de voorkant en een stapelbed aan de achterkant. En dat is de perfecte gezinscaravan dus, met in het midden een gezellige treinzit met daartegenover de keuken. En natuurlijk heeft hij ook een badkamer met toilet en een douchegelegenheid. Opvallend zijn de gekozen kleuren. Het meubelwerk is grotendeels wit, Alaska White noemen ze dat bij Deadlifts. En samen met die subtiele kleurvlakken en het design van de meubelstoffering maakt dat die nieuwe Seago een hele frisse uitstraling heeft. En voor de meubelstoffen kun je dus kiezen uit 3 varianten om je caravan dus echt een persoonlijke look te geven. Nou, om de 10-jarige verjaardag van die Seago te vieren, komt deze caravan met een edition pakket naar Nederland. Waarbij je dus maar een fractie extra betaalt voor allerlei extra accessoires. En daarmee heb je een prijsvoordeel van bijna 4 mil. En die extra accessoires, die wilde je toch al. Denk even mee aan de buitenkant. Gladde beplating, disselafdekking, mooie 17 inch lichtmetalen wielen en hele grote stabielsteunen. En binnen heeft hij een Truma boiler, ringverwarming, een hoordeur, douchegelegenheid en stijlvolle indirecte verlichting om hem 's avonds extra gezellig te maken. En dat zit er dus allemaal in, dankzij dat edition pakket. Samenvattend, Deadlifts heeft voor modeljaar 2024 een hele stap gezet met zijn populaire Seago Caravan serie. En hij is beschikbaar in 6 verschillende varianten, van groot tot klein. En dan komt de Seago Up met extra slaapplaatsen in een hefbed er ook nog bij. Mooie caravan, hè? Nou, dat dacht ik. En het hing er nog om of die Deadlifts op tijd hier op de beurs zou komen. Volgens mij was de verf nog nat. Ja, ik zat gisteravond nog te appen met... Echt waar? Toen was hij nog onderweg aan Duitsland. Toen was hij nog onderweg. Nou, anyway, de strik is er dus nog maar net vanaf. Ja, want de grootste strik ging er vandaag vanaf tijdens de ANWB-verkiezingen camper en caravan van het jaar. En die prijzen gingen daar... Nou, bij de campers is dat de Pilot Atlas geworden, een buscamper uit Frankrijk. En dat is een compleet nieuwe wagen die ook nog gebouwd is op basis van de Ford Transit. Ja. En Jos, wat is de winnaar geworden bij de caravans? Nou, heel verrassend, die prijs ging naar de Knausia Seago. En van allebei die verkiezingen hebben we videobeelden. Kijk maar mee. Hey, Dick-Jan, je hebt je fans ook meegenomen. Allemaal! En er zijn er 2 die zijn echt heel trouw, die volgen je echt op de voet. Het geroepen trekauto van het jaar 2023. Het mooie is dat hij geheel elektrisch is aangedreven en zijn verbrandingsmotor zorgt in ieder geval dat de elektra wordt aangevuld. Is gewonnen de Pilote Atlas A 6-6G! Oh, wat een prachtige camper! Ja, dit is echt... De Kampering Caravan Jaarbeurs hebben wij hier deze piloten uitgeroepen tot camper van het jaar 2024. We zijn dus bij de uitreiking van de ANWB verkiezing camper van het jaar en caravan van het jaar. Je kan er en achter wordt de caravan jury geïnterviewd. En degene die de camera vast heeft, die zit ook in de caravan jury. Dat is deze. Nieuwe opties noemen. Ondertussen is de camper van het jaar al bekend. Die staat hier. Dat is een hele mooie pilot geworden. Een hele mooie...
Nou, en dat is een hele mooie, compacte, half in draal, heel compact wagentje op de Ford Transit. En zometeen gaan we dus horen welke caravan de prijs heeft geworden. Dat horen we zometeen van Sander Jansson die hier op het podium staat. Kijk maar mee. Want waar ga je, ja, waar let je op? Nou, 66 bent of dat je nou 36 bent met een paar kinderen. En dit model heeft uitvoeringen die voor iedereen geschikt zijn. Ja hoor, de caravan van het jaar 2024 is geworden. Mag ik een ovatie en een applaus? De Knasia CEO 340 PX 500 TK. Het doet me wel, kijk eens even. En ze hebben niet gelogen, wat een prachtig exemplaar staat daar. Nou, een verrassende uitslag toch wel, Jos. Behoorlijk. En er was voor beide categorieën was er een flinke concurrentie. Ja, dat is een stuk anders dan vorig jaar. Oh, dat dacht ik. En daar hebben we in de ANWB-jury nog best wat discussie over gehad. Maar we hebben nog meer nieuws. Hot nieuws zelfs, van e-trailer. Kijk maar even mee. Hier bij e-trailer hebben ze een primeur die je met een grote hoofdletter kunt schrijven. Maar laten we eerst nog even je geheugen opfrissen. E-trailer is een nog jong bedrijf dat in een paar jaar tijd allerlei slimme toepassingen voor caravans en campers op de markt heeft gebracht. En dan moet je denken aan allerlei high-tech sensoren die draadloos signaaltjes sturen naar een app op je telefoon. Waardoor je bijvoorbeeld heel makkelijk je caravanwaterpas kunt zetten. Of de bandenspanning van je caravan kunt checken. Maar bijvoorbeeld ook de kogeldruk en de temperatuur van de banden. Dat is bijvoorbeeld handig als je in de bergen rijdt. En daardoor kun je zelfs een klapband onder je caravan voorkomen. Maar de e-trailer app kan ook meten hoeveel gas nog in je gasflessen zit. Hoeveel drinkwater je nog aan boord hebt van je camper of caravan. En of je misschien nog een dakluik hebt openstaan. En elk jaar komen er weer nieuwe toepassingen bij. Ook omdat de sensoren van e-trailer niet alleen via Bluetooth communiceren met de app, maar omdat het bedrijf daarvoor nu ook van 4G gebruik kan maken. Waardoor je niet alleen dichtbij, maar dus ook op grote afstand kunt checken hoe het met je caravan of camper is. Doordat 4G is bijvoorbeeld ook track and trace mogelijk, waardoor je op elk moment van de dag kunt zien waar je camper of caravan zich bevindt. Je kunt zelfs geofencing instellen. Dan bepaal je een gebied via de app en als je kampeermiddel uit dat gebied gaat, krijg je direct een alarmpje op je telefoon. En dan komen we nu dus bij het allerlaatste nieuws. En dat zijn de modules. Je kunt ze nu uitbreiden met een diefstalalarm in de vorm van een bewegingssensor. Zodra die sensor een beweging detecteert, krijg je ook weer een alarm op je telefoon. En in combinatie met die track and trace, weet je dan meteen dat er iets aan de hand is en waar er iets aan de hand is. En die ontwikkeling was voor Aveco, een van de grootste caravan- en camperverzekeraars, aanleiding om met het e-trailer systeem samen te werken. En als zo'n verzekeraar nou zo'n beslissing neemt, dan weet je dat het met de betrouwbaarheid van e-trailer wel goed zit. Bijzonder nieuws dus bij e-trailer en een echte primeur hier op de kamper- en caravanjaarbeurs. Nou, dat vind ik dus echt wel een dikke primeur, Jos. Ja, dat zeggen. Maar zo komen we wel bij ons eigen racefestival. Want we hebben dus die Tedford Twish die we mogen weggeven. Die porseleinen inzetpot voor je Tedford toilet. En we hebben ook een mooie prijs van Waypoint, toch? TW, dat zou jij verregelen. Niet vergeten? Nee, dat ben ik zeker niet vergeten. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd. Nou, daar komt hij aan. Want we hebben de hele week een samenwerking met Waypoint. En dat is de specialist in camper en camper, caravan en camper navigatie. En nog veel meer andere spullen. En elke dag hebben we een andere prijs van Waypoint. Maar ze staan toch ook op de beurs hier? Ja, die staan hier zeker op de beurs. En ze hebben 5 vestigingen in heel Nederland. Nou, dat betekent dat er altijd wel eentje bij je in de buurt zit. En het leuke is dat je je goed kunt voorlichten. Dat is wat anders dan gewoon kopen in een webshop. Dus je kunt echt vragen stellen aan de specialisten om uit te zoeken welk apparaat bij jou past en welk menu jij makkelijk vindt, om eens wat te noemen. Dat is het voordeel van een fysieke winkel. Nou, tijdens deze beurs stelt Waypoint elke dag prijzen ter beschikking voor onze Camping Trend live shows. En dan moet je denken aan, hebben we deze week allemaal, hè, een Garmin dashcam. Dus waarmee je dus de situatie op de weg kunt monitoren. Die draait gewoon lekker mee. We hebben 2 hele bijzondere Sena fietshelmpjes met ingebouwde speakertjes en een microfoon, zodat je met elkaar kunt kletsen. Ook als je een metertje of 100 achter elkaar aan zou fietsen als je ruzie hebt, Jos. Als je hard fietst. En we mogen een Garmin Explorer weggeven. Dat is fietsnavigatie. En de knaller van deze week is de TomTom Go Camper Max. Ik heb hem zelf ook. Een navigatiesysteem, zowel voor de camper als voor de caravan. En daar kun je dus de afmetingen van je camper of caravan invoeren, zodat je niet snel voor verrassingen komt te staan. Bijvoorbeeld een te laag viaductje bijvoorbeeld. Nou, dat heb ik nog wel eens met mijn Google Maps, maak zeg maar. Niet mee, hè? Elke dag een nieuwe prijs dus. En daar kunnen jullie de hele week aan meedoen. En die superhoofdprijs, die TomTom Go Camper Max, die verloten we aanstaande zondag, beste mensen.
En wat moeten dan die beste mensen daarvoor doen, BW? Nou, dat is echt heel erg simpel, Jos. Dat is een kwestie van even een paar vragen beantwoorden op de website van Campertrend. En die link die staat in de beschrijving van de video. En je ziet hem nu hieronder. Ja, in, en hier en daar. En overal, QR-code. En... Overal zie je hem in beeld. Ja. Nou, en vandaag maak je kans op de nieuwe Donrox, hou je vast, C542. En dat is een luchtpomp van Waypoint. Een extra sterke pomp. En daarmee kun je niet alleen de banden van je camper en caravan oppompen. Die gaat volgens mij gaat die zelfs tot 5 of 6 bar. Maar dat is echt bijzonder aan deze krachtpatser. Je kunt hem dus ook gebruiken om luchtbedden op te blazen. Of zelfs zo'n sub, weet je wel? Zo'n stand-up paddling dingen. Ik heb hem ook. Echt waar? Zo'n pedal surfplank. Ja. Nou, en het enige dat je dus moet doen om kans te maken op die prijs... Dat is dus dat formulier invullen op de Camping Trend website. Kleine moeite, groot plezier. En daarmee zijn we dan ook weer aan het einde van deze show. Van de eerste live show van tijdens de kampering Caravan Jaarbeurs. Lieve mensen, geef ons nog even dat duimpje. En vul dat formulier in op de website van Camping Trend. Want dan maak je kans op en die Tedford Twish voor in je toiletje. En op die Donrox luchtpomp van Waypoint. En misschien win jij hem wel. Je weet het maar nooit. Morgen zijn we er weer. Zelfde tijd, zelfde plaats in Utrecht. En als we je een tip mogen geven, kom hierheen, ja, mensen. Want gezellig. Het is echt hartstikke leuk. En daarom zeggen we voor nu bedankt voor het kijken. En tot morgen. Ik ga een biertje pakken. Zo is dat.